Drukte bij de intekenlijst, waar de rensters voordat ze van start gaan hun handtekening op moeten zetten. Het nummer 1 blijft leeg. De winnares van vorig jaar, Ellen van Dijk, gaat niet van start tijdens de 30ste EPZ-omloop van Borselen. De renster van Team Specialized Lulleman won vrijdag nog de tijdrit, maar ze voelde zich zaterdagochtend te ziek om te starten. Ook oud-wereldkampioene Bronzini uit Italië zou aan de start staan, maar zij is er toch niet bij. Wel aan het vertrek 185 andere rensters en zij krijgen dan iets na 1:30 het startsein voor 120 kilometer over de dijken van de Zak van Zuid-Beveland. De omloop van Borselen is de tweede wedstrijd in de KNWU topcompetitie voor elite vrouwen. Het is direct een harde koers en dat komt door de harde noordenwind, windkracht 5. Het gaat daardoor veel op de kant, zoals dat in wielertermen heet, waardoor het peloton regelmatig breekt. Na zo'n 30 kilometer, net na het begin van de tweede van in totaal 5 ronden, peloton op een lint. Er vallen ook gaten. Er wordt ook letterlijk gevallen, zonder al te veel schade lijkt het. Maar iets daarvoor was er een grotere valpartij en daarbij ook Kirsten Wild. De renster uit Zwolle won al 4 keer de omloop van Borselen. Daar staat ze in haar roze leiderstrui in de topcompetitie, want ze won vorige week de Ronde van Gelderland. Na die val serieuze verbrokkeling. Dit is een eerste groep van 7 rensters. Met onder meer Nederlands kampioene Annemiek van Vleuten in haar rood-wit-blauwe trui. En 2 rensters van de Australische ploeg Orica. Met oud-winnares Loes Gunnewijk en Amanda Spratt. En er wordt goed samengewerkt. Daarachter een groep van 12 vrouwen. Met nog 2 rensters van Rabobank, Lucinda Brandt en Iris Slappendel. Melissa Hoskins van Orica zit erbij en Vera Koedoder van Sengers Ladies Team in het laatste wiel. In het begin van de wedstrijd is zij nog gevallen, maar nu toch alweer bijna vooraan te vinden. Met nog 70 kilometer te rijden komt het vooraan samen. We krijgen een groep van 19 dames aan de leiding. Sterke blokken, Rabobank Live Giant en Orica met 3 rensters in de eerste groep. Het is eigenlijk alweer meteen onrustig vooraan. Vera Koedoder rijdt met een kleine voorsprong op de andere. Koedoder krijgt een beetje ruimte. Maar ze komt niet echt weg. Het gaat vooraan te hard voor Anoushka Koster van Team Futurum Shop. Zij moet de 18 anderen laten gaan. Het peloton rijdt daarachter al op een flinke achterstand. Koster valt daarin terug en we zien dat er niet echt jacht wordt gemaakt. En achterin deze groep treffen we Kirsten Wild. Haar omloop zat er eigenlijk na die valpartij al op. Ze kon nooit meer vooraan terugkeren. En we zien dat ze geraakt is aan de linkerarm door die val. Met nog 45 kilometer te rijden wordt er vooraan weer aangevallen. Opnieuw is Koedoder de initiator. En ze krijgt gezelschap van Brand van Rabo, Gunnewijk van Orica, Chloe Hasken van Hightech, de Russische Oksana Kozontjuk en Nina Kessler van Bulls. Hun voorsprong loopt gestaag op tot een minuut op deze 6 achtervolgers. Met daarbij onder meer Amy Pieters van Argos Shimano en Nederlands kampioene Annemiek van Vleuten. Met een dikke minuut voorsprong gaan de 6 leiders de slotronde van 24 kilometer in. En dan lijkt het erop dat de winnares van deze EPZ-omloop van Borselen in deze groep van 6 zit. En dan is het weer Koedoder die het initiatief pakt in het begin van de slotronde. Ze slaat een klein gaatje, maar er is meteen reactie vanuit de achtergrond. Het is Loes Gunnewijk die er naartoe rijdt. Die 2 vrouwen weten elkaar te vinden. Daarachter heeft de Russische Kozontjuk moeten lossen. Brandt, Kessler en Hosking in de achtervolging, maar zij zien het duo langzaam aan de horizon verdwijnen. En wat is die Koedoder sterk? Gevallen, meerdere keren aangevallen. En ze lijkt dus nu met Gunnewijk op weg naar de finish in Serenoek. Gunnewijk weet wat winnen is in de omloop van Borselen. Ze was al eens de sterkste in 2002. De 2 dames zien de rode vod en gaan de laatste kilometer in. De voorsprong op de achtervolgers is bijna een halve minuut. Dan wordt het Koedoder of Gunnewijk. Een spannende sprint op de Kuipersdijk in Serenoek. En het is Koedoder die de snelste is. Met een dikke fietslengte voorsprong wint ze de omloop van Borselen. Gunnewijk is tweede. Daarachter is Lucinda Brand nog weggereden. En eindigt op de 3e plaats. En dit is het podium.
De Zeeuwse rensters speelden geen rol van betekenis. Birgit Lavrijsen uit Wemeldingen reed als enige de wedstrijd uit en werd 52ste. Akudo er wint dus nadat ze in de eerste kilometers nog gevallen was. Ik had heel veel adrenaline na die valpartij. En ik dacht toen echt, mijn koers zit erop. Maar goed, er moet niet opgegeven natuurlijk. Want ja, ik ben hier niet helemaal naartoe gereden om dan aan alle frontje of binnen alle frontje al klaar te zijn. Nou ja, mijn stuur stond wat scheef. Het was allemaal wel vervelend. Maar goed, het lichaam deed het nog. Dus, ja, en die finale, die laatste anderhalve ronde, hoe gingen die? Ja, nou ja, ik voelde me wel goed. Dus ik ben gaan demereren en daarna nog een keer gaan demereren. En het groepje dunde steeds meer uit. En in de laatste ronde nog maar een keer op de kant gegooid. En toen kreeg ik gelukkig Loes Gunnewijk mee. Hele sterke renster. En we hebben volle bak samengewerkt. En want we weten gewoon dat als we met Chloe Hosking naar de finish rijden, dan zijn we waarschijnlijk geklopt. Dus maar iedereen zat er een beetje doorheen in de kopgroep. Het was een hele zware wedstrijd. En daarom was het heel mooi dat we met z'n tweeën vooruit konden blijven. En dat we voor de winst konden sprinten. En ik schakel nog mis in de sprint, dus het ging net goed allemaal. Het kwam gewoon door die valpartij. Voor de start liep alles prima, maar het was gewoon even allemaal behelpen. En mijn achtervork was gebroken, dus ik mag überhaupt eigenlijk blij zijn dat ik gewoon met een heel lichaam en een hele fiets nog de finish gehaald heb. Maar het was voor mij dan uiteindelijk goed afgelopen. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jou? Ja, wel belangrijk. Ik koers hier altijd heel graag. Ik vind deze wedstrijd mooi. Ik heb verschillende keren op podium gestaan al. Ook heel lang geleden al inmiddels. En heel vaak top 8 gereden. Dus als er wind staat, dan ben ik meestal wel van voren. Dus ik hoop hier altijd ook goed te rijden. Dat is wel een van de wedstrijden die me ook wel liggen. Dus daarom is het wel een belangrijke overwinning.